Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes met Geron de Wulf. Als je kind bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes. Ik ga vandaag een sprookje improviseren live vanuit de Joker. En ik heb hier een collega-improvisator bij mij, David Phoenix. Hallo. En de titel is: Er was eens een papegaai met een spraakgebrek. Hier gaan we. Er was eens een papegaai met een spraakgebrek. En die papegaai die woonde op een onbewoond eiland, waarvan hij zelf de paradox niet inzag. In het midden van de stille oceaan. En die papegaai die had een spraakgebrek. Telkens als hij praatte met andere papegaaien, begonnen de andere papegaaien hem uit te lachen, omdat hij nogal hard sliste. En zo ging dat al sinds hij uit het ei gekropen kwam. Hij was eraan gewend, hij stond er niet meer bij stil, maar hij was niet de meest vrolijke papegaai, dat kan je je wel inbeelden. Als je dag in dag uit gepest wordt door andere papegaaien, is dat niet goed voor je eigen waarde als papegaai. Dus op een dag besloot de papegaai: ik kan vliegen, waarom vlieg ik hier niet gewoon weg? Dus hij spreidde zijn vleugels uit en met de ochtendzon begon hij te flappen de oceaan over. En hij vloog en hij vloog. Maar het eiland lag heel ver weg. En een papegaai kan ook niet zwemmen. Ook al kan hij praten, ook al slist hem, zwemmen is niet aan hem besteed. Op een bepaald moment werd de papegaai zo moe dat hij toch ergens wilde rusten. En hij begon naar beneden te kijken naar een plek waar hij toch veilig kon landen. En wanhopig zocht hij de horizon af en daar zag hij een klein zwart stipje. En hij vloog er naartoe met zijn laatste krachten en het was een kleine vissersboot. En hij vliegt naar beneden en hij landt veilig op de vissersboot. Nu, op de vissersboot zat er een visser die aan het vissen was. En die had nog nooit een papegaai van zo dichtbij gezien. Dus die vroeg: wie ben jij? En de papegaai zei: ik ben een papegaai. En wie ben jij? En de visser zei: noem me maar visser. En de papegaai zei: visser. En toen begon ook de visser te lachen. Wat een stomme papegaai ben jij. Jij kan niet eens praten. Ja, zei de papegaai, ik wil wel praten, maar ik kan niet de r uitspreken. De visser wist niet welke letter hij bedoelde. Gelukkig had hij een handige whiteboard op zijn vissersboot. En gingen ze samen alle letters af. Zeg eens. Bij de S werd het al snel duidelijk. Dus waarom ze alle letters afgingen, was ook weer een mysterie voor de papegaai. Hij voelde het een beetje aan als gewoon uitlachen, maar goed. De papegaai zei van: ja, ik spreek misschien niet goed. En daardoor ben ik kei ongelukkig. En de visser kreeg een beetje compassie met de papegaai. Hij zei: je kan mee met mij naar het vasteland en misschien dat je daar dan wel gelukkiger kan worden. Zo gezegd, zo gedaan. Ze zeilden naar het vasteland. En ze werden onderweg goede vrienden, want de visser was eigenlijk een dierenvriend, zolang het geen vissen waren. Het spijtige was wel dat de visser Rodrigo heette. En dat was sowieso al moeilijk uit te spreken voor iemand die slist, met al die S. Ja. Het was vooral de achternaam San Salvador die moeilijk was voor de papegaai. Ja. Ze kwamen in het vissersdorpje Sissoko terecht. En daar begon de papegaai ook met andere mensen te praten. En stevast moesten ze lachen met zijn spraakgebrek. Het was ook een hilarisch spraakgebrek, zeg. Slissen, hè? Dat hoort je anders nooit. Maar de papegaai dacht:
Als ik mij nu eens bewijs. Er zijn genoeg mensen die slissen die veel respect afdwingen. Zoals Mike Tyson. Want daar had hij toevallig net een boek over gelezen. Want anders zou hij die niet kennen natuurlijk op zijn onbewoond eiland. Dus de papegaai besloot de grootste, sterkste man van het vissersdorp te zoeken en hem op zijn bek te kloppen. Hij ging naar die grootste man, die zat rustig aan een tafeltje op het dorpsplein. Hij ging er naartoe en hij zei, hey, jij, grote kerel, kom hier. Hij meet de S, angstvallig. Om niet direct uitgelachen te worden voor het gevecht begonnen was. Hij zei, kom hier dat ik u op uw bakken sla. En de man antwoordde, zit het zeker dat je wilt vechten tegen mij? En toen hoorde hij dat die stoere man ook een spraakgebrek had en dat hij niet alleen was. En ze besloten niet te vechten, want ze hadden elkaar gevonden. En samen sloegen ze heel de rest van het dorp op hun gezicht. De moraal van dit verhaal. Heb je een gebrek? Sla op je bek. Slaag dan iemand anders op zijn bek. Dank u wel, slaap wel.